weer ben ik bij de krachtcentrale 013. Hier kwam ik een half jaar geleden binnen met knikkende knieën en heel weinig zelfvertrouwen. En moet je me nu zien, ik verlog. Zoals ik in het begin zei, kwam ik met knikkende knieën en heel weinig zelfvertrouwen hier binnen. Ik voelde me heel onzeker, maar ik voelde me al hier al heel snel thuis en op mijn gemak. En ging op een positieve manier aan mezelf werken. Met sturende ondersteuning van de coaches. Het traject begon met een training van 6 weken met 2 dagdelen in de week. En het allerspannendste, de PowerPoint-presentatie voorbereiden. 1 voor 1 presenteerden wij onze kwaliteiten, doelen en drijfveren. Daarna gingen we aan de slag in de werkruimte. En toen begon het echte werk. En ik heb mezelf toen herontdekt. En ik heb een zinvolle activiteit gevonden waarmee ik mezelf en anderen help. Dat door middel van het vloggen zou vinden, dat had ik nooit durven dromen. Nou ja, goed, ik ben meer een prater dan een schrijver, zoals je wel hoort. Dit is Gerda, mijn coach. Nou, wat ik super leuk vind aan jou is dat je inderdaad echt je eigen project aan het maken bent. En heel erg aan het ontdekken bent van... Wat past er bij mij? Waar word ik gelukkig van? Ja. En ja, jij pakt dat heel leuk op. En ik vind het ook wel heel dankbaar om met jou te werken. Omdat we, als we samen dingen verzinnen, dat je er zo goed mee aan de slag gaat. Ja, maar hij inspireert ook heel erg. Top. Zo, ik zit hier met Ellie. Hoi Ellie. Nou, de krachtcentrale is voor mij echt wel een club waar ik voor het eerst zo meemaak dat... Heel erg met je meedenken. Dat is heerlijk. Ja. Het gaat verder dan van een oh leuk, ja dat heb je goed gedaan. Nee, ze gaan er echt diep op in. Ze houdt je ook bij de lessen van hey, hier gingen we toch naartoe. Ja, mooi. Ellie, dankjewel. Voor mij was de krachtcentrale een life-changing moment. Bij creativiteit en extraverte karakter kwam weer helemaal tot bloei. Ik kreeg weer energie en voelde me weer helemaal positief. En ik heb er ook het volste vertrouwen in dat ik ook weer een baan in loondienst ga vinden. Positief gezond worden, dat wil jij toch ook? Maar zoek wel de manier die bij jou past. Als je ervoor openstaat, kun je nog voor hele leuke verrassingen komen te staan. Ik rond het af. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog met een nieuw onderwerp. Daag!